eens even kijken welke pakjes dat we allemaal gedaan hebben. Ik zie hier een pakje Jan. Jan. Ja, die is klaar. Wil je mij dat pakje eens even geven? Ja, natuurlijk. Dit is van Anita. Ja, is ook klaar. Dit is voor Pieter Sinterklaas. Pieter. Ja, ja, is ook klaar. Hartstikke mooi. En wat heb jij daar nu nog? Deze. Deze is voor Bert. Voor Bert? Ja, kijk. Toch? Nou. Ja, deze is voor Bert. Oh, knurren. Ja, die is voor Bert. Die mag jij inpakken. Ja. En dan schrijf ik het gedicht voor Bert erbij. Ja. Goed? Ja, ja, zeker, zeker, zeker. De Sint lag lekker verzonnen op het strand. Met zijn voeten in het warme zand. Hij had vandaag vrij afgekregen. Want hij had al dagen krom gelegen. Op het oude moederpaard, dat was ondertussen ook bejaard. Nou, zo oud is Amerika toch nog niet. Nee, Sinterklaas, zeker niet. Nou, gaan we gewoon doen. Het ruimt in ieder geval ja, wel. Ja, heel leuk. Misschien moest Sint er maar eens mee stoppen. Hij zou het idee eens in Sintenraad droppen. Een fut-regeling zat er misschien wel in. Nou, een fut, dat denk ik niet voor mij. Of wel? Nee, Sinterklaas, dacht zeker ik niet. Nee. Een fut-regeling zat er misschien wel in. Komt er eindelijk eens iemand anders in het gezin? Zo keek hij mijmerend voor zich uit. En hij nam een kloek besluit. Ja. Zo. Ik heb helemaal ingepakt, Sinterklaas. Kijk, wat goed. De laatste. Dat was de laatste? Ja, dit is de laatste, Sinterklaas. Hartstikke goed. Ja. Nou, mooi zo. Zo, de laatste. Zeg, Zwart Piet. Ja, Sinterklaas. Wat ben je aan het doen? Nou, kijk, ik heb een kopje thee voor u gemaakt. Oh, lekker. Ik denk dat u daar wel zin in heeft. Ja, kijk, lekker. Nee, Sinterklaas. Heb je zelf niets? Nee. Nee. Nee, ik heb geen doos. Nee. Maar ik vind jou een beetje druk. Is dat je bent zo? Een beetje uit je doen. Wat nou, is er aan de hand? Nee, niks hoor, Sinterklaas. Niks. Nee, kijk, ik denk die maar uw thee. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Nee, er is niks. Zeg, nee. Ik heb een goed idee. Waarom ga jij niet eens op de kade en haalt ons een lekkere patatje op? Oeh ja. Oeh, dat is best lekker. Hè? Maak ik het werk hier wel af, ja. Van zoveel is het niet meer. Alles is klaar voor de intocht. Dus dan, of heb je daar geen zin in? Jawel, ik heb wel trek. En ik heb wel zin aan een patatje natuurlijk, net als vorig jaar. Maar dan ben ik nu wel helemaal alleen. Ach, Zwarte Piet. Ik red mij wel. Het zijn hier allemaal hele aardige mensen, dat weet jij toch wel. Ik ben echt helemaal alleen dan, hè? Sinterklaas. Ja. Ga nu maar gewoon. Ja? Ja. Je weet wat ik hebben wil. Ja, hetzelfde als vorig jaar. Ja, hetzelfde. En ook zo'n grote milkshake dan, hè? Ja, lekker. Ja, neem lekker. Ik zelf ook een. Oké. Ja? Tot straks. Tot straks, Sinterklaas. Ja. Ja. Ja, zeker ben ik weer. Hetzelfde recept als vorig jaar? Ja, zeker. Ja, oké, geef huis. Dus twee frikandellen en twee patat. Oorlog natuurlijk. Patatoorlog, ja, en twee van die lekkere broodjes. Broodjes Achterholt. Ja. En twee eierballen. Nee, wacht. Nee, doe maar wel twee, maar voor mezelf. Ja. Oké, prima. En twee milkshakes. En hele grote? Hele grote, zo. Pepernoten zoete, die hele grote. Heerlijk. Eerst prima, doen we die. Wat een beetje. Lekker. Alsjeblieft, heerlijk. Twee tassen vol. En nog de lekker zoete shakes. Ja, alstublieft. Oh, heerlijk, ik heb er zin in. Kunnen jullie wel weer een paar uurtjes werken? Hè? Nou, dankjewel. Oké, okay, tot de volgende ronde. Bedankt, ja, dank. Smakelijk. Doei. Klaas, ik ben er weer. Sinterklaas. Sinterklaas!
Dit briefje is voor jou, Zwarte Piet. En als je dit leest, dan weet je het wel. Wat een rare taal. Is dat wel? Ja, je hebt het goed gezien. De Sint is weg. We hebben hem meegenomen en als je hem terug wil, dan moet je even flink wat geld bij elkaar zien te krijgen. De rare taal. Voor een zak vol kleingeld krijg je je heilige vriend terug. Oh, Sint. Zo niet, dan zie je hem nooit weer. En dat wil je natuurlijk niet, want dat zou zo zielig zijn voor al die lieve kindertjes. We bellen je wel waar en wanneer we de poen willen. Oh, de Sint is weg. Bellen. Sinterklaas zijn mobiel. Die ligt hier. De politie. P-O-L-I-T-E-E, politie. Met de politie. Zo, Zwarte Piet. Wat kunnen we voor u doen? Is de staf van Sinterklaas soms gestolen? Nee. Nee, de Sint is ontvoerd. Ja, en alle cadeautjes zijn weg. Ik kom zojuist terug van het patatje halen. Van de Sint had honger en die zegt, ga jij mijn patatje halen? En dan kom ik terug en de Sint is foetsie. En alle cadeautjes foetsie. Maar die boeven, die hebben wel een briefje achtergelaten. In een hele rare taal. We komen eraan. Kom op, mannen. Piet? Ja. Ben je daar? Hier ben ik. De politie. Hallo, Zwarte Piet. Kom nog gauw in, Nou, vertel eens even, jongen. Nou, ja, en want ik moest partijtjes ophalen van de Sint, want de Sint had nogal honger en we hadden allemaal cadeautjes hier staan en de Sint was met een gedichtje bezig. En toen kom ik terug met de partijtjes en de Sint was weg. Alle cadeautjes weg, alles weg. Ik ga roepen en zoeken naar de Sint en toen lag wel dit briefje erachter van de, kijk, van de boeven. Wel een hele rare taal. Dus Piet, als ik het goed begrijp, dan is de Sint ontvoerd. Ja. En hebben de boeven dit briefje achtergelaten. Ja. Ja, maar u moet hem niet vastpakken. Voor vingerafdrukken. Dat moet ik zeggen, Piet. Oh ja. Maar ga verder. Ja, dus dit briefje lag op tafel. En ja, toen heb ik u gebeld met de telefoon van de Sinterklaas. Ja, nu weet ik niet wat ik moet doen. Piet, luister. De politie is ervoor om boeven op te sporen en te vangen. Het zal best wel goed komen. Rustig maar. Echt? Want een Sinterklaasfeest zonder Sinterklaas, dat is natuurlijk geen Sinterklaasfeest. Nee. Laten we naar het bureau gaan. Daar gaan we alles flink en goed uitzoeken. Oké. Graag. Ja. Graag. Ga je mee? Ja, zeker. Ik neem de briefje ook mee, goed? Ja, dat is een goed idee. Ja. Hier volgt een politiebericht. Gisteravond laat is Sinterklaas, die op weg is naar Nederland, tijdens een tussenstop in de Winschoterhaven ontvoerd. De daders hebben een briefje achtergelaten waarin Zwarte Piet om losgeld wordt gevraagd. Het signalement van Sinterklaas luidt: hij draagt een bril, zwarte schoenen, een lange witte baard, een rode mijter en witte handschoenen. De politie verzoekt een ieder die informatie kan geven over dit feit, of die iets opvallends heeft gezien in de haven van Winschoten of in Winschoten, contact op te nemen met de politie te Winschoten. Er wordt rekening gehouden met een ernstig misdrijf. Einde van dit politiebericht. Mam! Mam! De Sint is ontvoerd! Oh echt? Ontvoerd zeg? Dat is nog nooit gebeurd met de Sint. En dat terwijl die man alleen maar goed wil doen. Ik heb een idee. Morgen ga ik alle kinderen uit de klas vragen mee helpen zoeken naar de Sint. Dat is een heel goed idee, Niels.
Oh, wat heb ik het koud. En dat ben ik eigenlijk wel. Poeh, wat is nou een Sinterklaasfeest zonder Sinterklaas? Oh, hoe moet dat nou? Ik hoop maar dat dit weer goed komt. Ja, en nu, hoe kan ik hier nu uitkomen? Oh, wacht. Pepernoten. Ik kan natuurlijk proberen om ze naar buiten te gooien. Misschien dat iemand dat ziet. Ik probeer het gewoon. Goedemorgen, jongens en meisjes. Goedemorgen. Hebben jullie gisteravond ook het nieuws gezien? Ja. Het nieuws waarin ze vertelden dat Sinterklaas ontvoerd was? Ja. Heel vreemd, maar dit kan wel gevolgen hebben voor de intocht en voor onze pakjesavond. Ja. Groot probleem. Ja, Niels? We kunnen toch wel met z'n allen de Sint gaan zoeken? Ik bedoel, hij kan nooit ver weg zijn. Ja. 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 Dat is misschien wel een goed idee. Wie gaat ermee de Sint zoeken? Ik! Ja. Dit is iets niet oké. Wacht, ik heb papier. Heb jij een pen? Ja hoor. Noteer het kentekennummer. Neem jij het even op? 76 BG SZ. Oké. Zag je dat meisje kijken, Ben? Ze keek wel heel geïnteresseerd naar ons in onze auto. Okeloen, zit niet zo te zeiken. We gaan hartstikke goed. Jij ziet spoken. Straks als we de poen hebben, dan smeren we hem in. Dan gaan we weg naar ver weg is dan. Ik zal de gids Zwarte Pietjes even bellen om te zeggen dat we morgenavond de poen willen hebben. Ja. Hé, Zwarte. Morgenavond in het park hier bij Nico om de hoek. Ga jij mooi even voor ons die zak met centen brengen in ruil voor die heilige vriend van je. En er is nog even één ding. Geen smeren ze, hè. Gesnopen. Zwarte Piet, ik denk dat ik weet waar Sinterklaas is. Hij is in de toren. Kom gauw! Niels. Sorry dat ik zo laat ben. Ik moest helemaal van de andere kant komen. Net. Van dit dus jij denkt dat je Sinterklaas hebt gehoord? Ja, ik hoorde hem vanuit dat raampje. Help! Help! Oh, dat is niet pluis. Niels, dat is niet pluis.
Weet je, we gaan gewoon vragen of we naar binnen mogen. Zullen we dat doen? Zwarte Piet? Ja? Wat is er aan de hand? Nou, Sinterklaas is ontvoerd en die zit in jouw toren. Ik denk dat hij in mijn toren zit? Ja, ja, dat is niet pluis. Is echt niet pluis. Hij zit echt daar in jouw toren. Laten we op onderzoek uitgaan. Kom maar binnen dan. Ja? Ga mee, Niels. Wat een gedoe zeg, en dat in mijn toren. Ja. Weet je het zeker? Ja, zeker, ja. Jongen, jongen. Nou, oké. Okay. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, Sint! Oh, wat ben ik blij dat ik jullie zie. Oh, ik weet niet eens wat er allemaal precies gebeurd is, maar je was net weg aan het patat halen. En toen stonden er ineens twee hele rare mannen en die stopten mij in een busje. En ik weet niet eens waar ze me naartoe gebracht hebben waar ik hier ben, maar het is hier ook zo koud. Uiteindelijk bedacht ik, wat kan ik doen? En toen heb ik maar pepernoten naar buiten gegooid in de hoop dat iemand mij zou vinden. Dat is u zeker geluk, Sint. Want dankzij deze jongen... Hoi, Sint. Hoi. Dit is Niels en Niels heeft u opgemerkt. En dankzij Niels hebben wij u gevonden. Oh, dat is hartstikke mooi. Maar wat nu? Oh, Sint, die gemene boeven die hebben net gebeld en die willen morgen al het losgeld. Haha, chocoladegeld. En als ze in de gaten hebben dat de Sint is verdwenen, dan kunnen wij mooi fluiten naar onze centen. Dat komt omdat dat uitgerekend jij zo'n ongelofelijke oelewapper bent. Zo'n heitjesbezeiker met zijn oogjes in zijn zakken. Ja. Ook alle bokers met, ze hebben ons erin geluisterd. Maat! Dit is de politie. Boeven, ga plat op de grond liggen, anders zwaait er wat. Zo mannen, ik heb jullie. Mee naar het bureau. Hendrin, mee naar het bureau. Jij ook, mee naar het bureau. Wat Jan Doppie. We hebben ze, jongens. Yeah! Wij gaan naar het bureau. Wat een dappere kinderen waren dat, hè, Zwarte Piet. Hartstikke goed. Nu kan eindelijk het Sinterklaasfeest beginnen. Maar ik was wel een beetje bang voor die boeven, hoor. Ja. Het is maar goed dat het goed is en nu kan eindelijk het Sinterklaasfeest beginnen. Ja, nou, we hebben de boeven natuurlijk ook een beetje gepakt dankzij mij, Sinterklaas. Ja, natuurlijk, ja. Natuurlijk. Zwarte Piet, eind goed, al goed. Zo is het. Gaan we dan nu eindelijk patatjes eten, Sinterklaas? Ja, wij gaan nu eindelijk de patatjes eten. Yes. Ja. Goedemorgen, jongens, meisjes. Goedemorgen. Zo, dat was met weekendje wel, zeg. Ja. Hey, wat zijn jullie dapper geweest. Ja. Het is ons wel even mooi gelukt, hè? Ja. Hey, dat is Sint en Zwarte Pieten ook niet ontgaan. Kijk eens wat ze hier voor ons leren.